Welkom allemaal bij het derde economenpanel van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit keer met vier panelleden. Een internationaal econoom die van alles weet over internationale handel en globalisering. Een monetaire econoom, een gezondheids- en welzijnseconoom en een politiek econoom. Waar gaan we het over hebben? We gaan een soort nabeschouwing geven van de miljoenennota. Prinsjesdag was gisteren. We kijken onder andere naar het Nationaal Groeifonds. We kijken naar de transformatie van onze economie en de arbeidsmarkt. En we kijken ook naar de impact van eigenlijk de coronacrisis op het mentale welzijn van mensen. Met name ook jonge mensen. Allereerst eigenlijk, hoe staat onze economie er nu eigenlijk voor? Elmer Sterke, hebben we een krachtige economie in Nederland? Ja, ik denk dat we in de structuur, zoals gisteren ook al gezegd is, een gezonde economie hebben. Er verandert natuurlijk wel het nodige, maar ik denk dat de Nederlandse economie het relatief goed doet. Dat is misschien een beetje paradoxaal, als je 5% krimp gaat krijgen dit jaar, dan lijkt het heel erg. Maar als je het vergelijkt met de eurozone bijvoorbeeld, dan valt het relatief weer mee. Dus ik denk dat we een sterke economie hebben die deze klap goed hebben kunnen opvangen. En ik denk wel dat de overheidsfinanciën gezond waren voor deze impact en dat we nu verder moeten. Dus dat de staatsschuld zeg maar komende jaren ongeveer 100 miljard oploopt, zou eigenlijk geen probleem moeten zijn? Nee, je moet natuurlijk. Ik denk in principe dat de Nederlandse economie dat kan dragen en dat ook de overheidsfinanciën dat kunnen dragen. Je moet er wel rekening mee houden natuurlijk dat je weer nadenkt over van hoe gaat het verder. En je maakt schulden omdat je een bepaalde verwachting hebt over de toekomst en dat je de Nederlandse economie ook wellicht weer wil versterken. Dus dat groeifonds waar men over spreekt, dat is denk ik een hele verstandige keuze om daar nu ook over na te denken. En om die bijvoorbeeld investeringen in de wegen en woningbouw, dat je dat naar voren haalt en dat je daar de Nederlandse economie weer sterker mee probeert te maken. En dan rechtvaardig je ook het oplopen van die schuld, denk ik. Ja, Jacob de Haan, jij bent ooit gepromoveerd volgens mij op het onderwerp publieke schuld. Recent heb je ook samen met Lex Hoogduin een artikel geschreven in de ESB. Ik heb het idee dat jij vindt dat er wel erg losbandig om wordt gegaan, hè, met de schulden en de extra investeringen die worden gedaan. Laat ik vooropstellen dat ik het helemaal eens ben met wat de regering nu doet in termen van steunverlening om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te bestrijden. En dat je dat financiert door uitgifte van overheidsschuld, dat lijkt me een prima keuze. Sterker nog, dat is eigenlijk een van de redenen waarom het zo goed was, wat Elmer ook al noemde, dat wij een uitstekende uitgangspositie hadden. Onze schuld was heel laag. En dankzij die hele lage schuld kunnen we nu relatief probleemloos, de economie zo goed mogelijk ondersteunen. En dat is wat mij betreft ook een hele wijze les voor de toekomst. Want omdat we nu zo'n goede uitgangspositie hadden, waren we heel goed en zijn we heel goed in staat om te doen wat nodig is. En de les die ik daaruit trek voor de toekomst is dat we dus ook voor de toekomst er rekening mee moeten houden dat er tussen nu en enige tijd weer een crisis gaat ontstaan. En dan wil je graag in een vergelijkbaar goede uitgangssituatie zitten. En iedereen denkt altijd, ja, crisis, dat gebeurt niet zo vaak. Ja, niemand zag deze coronacrisis aankomen. Niemand zag de financiële crisis aankomen. En toch hebben we in iets meer dan 12 jaar tijd inmiddels 2 grote crisis achter de rug. Dat betekent dus dat je daar, denk ik, je beleid op moet inrichten. En dat betekent dus, wat mij betreft, dat zodra we weer een enigszins economisch gezonde situatie hebben, het beleid erop gericht moet zijn om die schuld weer naar een lager niveau terug te dringen. Zodat mocht er weer een crisis ontstaan, dat we in een riante uitgangspositie zitten, net als nu, en weer kunnen doen wat nodig is. Stel je voor dat we dat niet doen en we eindigen met een schuldquote van ver boven de 100%, ja, dan heb je wel een probleem als er weer een crisis komt. Dus mijn les uit deze crisis is, zorg ervoor dat we optimaal voorbereid zijn voor de volgende crisis en dat doen we door de schuld op een laag niveau te krijgen. Ja, je hebt in het artikel in de ESB spreken jullie over een soort salmnorm die weer ingevoerd zou moeten worden. Dat het tekort geloof ik niet groter dan 1% van het bruto nationaal product zou mogen zijn. Nee, dat zijn twee heel verschillende dingen. Oh, wij zeggen, ja. Er moet een tekortnorm zijn van 1%. Dus in principe over de
conjunctuurbeweging heen genomen 1% tekort. En als dan de groei, 3% of 4% is, of 2%, weet je, dan tendeert de schuld uiteindelijk naar het niveau. En dat niveau is dan voldoende laag, dat mocht er weer een crisis gaan ontstaan, we probleemloos die crisis kunnen aanpakken. Tweede punt is de zalmnorm. Dat is een ingewikkeld verhaal. De meeste mensen zeggen het niet zoveel, maar de zalmnorm in essentie is een uitgavenkader. Van tevoren leg je vast, zoveel willen uitgeven over een regeerperiode. En binnen die kaders moet je dan afwegingen maken. Dus dat betekent dat als je zegt, we willen meer uitgeven voor R&D bijvoorbeeld, dan moet je een afweging maken, hoe gaan we dat financieren? Welke andere uitgaven zouden dan eventueel naar beneden kunnen? En dus het dwingt politici tot keuzes. En dat is ook mijn grootste bezwaar tegen dat investeringsfonds, waar nu sprake van is. Ik ben niet tegen extra uitgaven voor wegen of extra uitgaven voor R&D. Dat kan heel goed zijn voor het groeivermogen van onze economie. Maar wat er nu gebeurt, is dat die uitgaven buiten het normale afwegingskader worden gebracht. En dat vinden politici natuurlijk heel fijn. Ja, want als politici meer kunnen uitgeven en geen harde keuzes hoeven te maken, daar worden ze heel gelukkig van. En dat is precies mijn probleem met dat groeifonds. Niet dat er meer geïnvesteerd wordt, niet dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken. Prima, maar doe dat wel binnen de daarvoor bestaande kaders. Ja? Want dan maak je de goede afweging. Bijvoorbeeld in de miljoenennota staat ook dat het Nederlandse vermogen van scholieren om te lezen inmiddels beneden het OECD-gemiddelde is gezakt. Nou, als ik denk over groeivermogen van de Nederlandse economie, dan denk ik, daar zie ik een groot probleem. Daar moet je wat aan doen. Misschien moet je ook wat doen aan R&D. Heel goed mogelijk. Maar door die beslissing over R&D buiten dat afwegingskader te brengen, hoeven politici die keuze nu niet te maken. Nu kunnen ze, als ze goed zijn, zowel het leesvermogen gaan verbeteren als ook de R&D-uitgaven verhogen. En dat is precies wat politici graag doen. En dat is precies de reden waarom ik zeg, zalmnorm hanteren, net als in het verleden, want dat dwingt tot keuzes. Maar zijn instituten als de ECB en de Fed dan nog wel echt onafhankelijk zoals ze dat vroeger waren? Er wordt natuurlijk steeds meer over gesproken dat ze ja, toch ook wel de oren wat laten hangen naar wat de politici willen. Ik denk juist dat je door een heel zorgvuldig begrotingsbeleid te voeren, de onafhankelijkheid van de centrale banken juist vergroot. Hè, op het moment dat de overheidsschuld in het eurogebied geen probleem zou zijn, ja, toegegeven, daar zitten we niet, maar stel dat, weet je, dan zou het voor de ECB ook een stuk makkelijker zijn om zich primair te richten op het belangrijkste mandaat dat ze heeft, namelijk prijsstabiliteit. Wat er nu gebeurt, is dat ze voortdurend moet gaan nadenken over, wow, moeten we misschien niet extra staatsobligaties op gaan kopen om die rente op die staatsschuld zo laag mogelijk te houden, want anders komen die overheden wel heel snel in hele grote problemen. Dat soort overwegingen zou de centrale bank helemaal niet moeten maken, want dat is niet waarvoor ze bestaat. Helaas, de situatie in met name een aantal Zuid-Europese landen is zodanig dat de ECB wel degelijk nu kijkt naar de hoogte van de staatsschuldrente en probeert door staatsschuld op te kopen die rente te drukken. Eigenlijk zou dat helemaal niet moeten. Nee, maar goed, nood breekt de wet. Ga ik weer even terug naar Elmer Sterker, die ook veel in Italië is verbleven de laatste jaren. Het overeind houden van de euro, maar ook van de gezondheid van de EU-landen, is natuurlijk ook een heel belangrijke taak misschien wel geworden van de ECB. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Of je nou wil of niet als ESB, of ECB, dat je dat beleid voert. Je staat er wel voor. Kijk, ik denk dat het Italiaanse probleem wel kenmerkend is, hè, voor de spanningen die eventueel kunnen optreden in de eurozone. En dat je die afwegingen van wat daar gebeurt ook wel moet betrekken met wat wij doen. En ook dat je wel een zekere solidariteit zou moeten hebben tussen Europese landen. Maar dat heeft uiteraard zijn prijs en je moet goede afspraken maken. En ik ben het met Jacob eens dat je ook zelfs in deze crisis, en dat geldt voor Nederland, maar dat geldt denk ik ook voor Europa,
Dat je niet in paniek, bij wijze van spreken, allerlei dingen moet doen. En dat je die afwegingskaders wel goed overeind moet houden. Daar ben ik heel erg mee eens. Maar dat neemt niet weg dat we gewoon nu op dit moment voor hele belangrijke vragen staan. Hè, waarin de conjunctuur enorm tegen zit. En waar je toch je niet door de waan van de conjunctuur, bij wijze van spreken, de blik op de economische groei moet laten opnemen. Hè. Dus ik pleit wel voor een afweging. Maar we moeten ook nu ruimhartig zijn in het bekostigen van noodzakelijke uitgaven. Ja, ga ik even naar Steven Brakman. Steven, hoe kijk jij zeg maar naar dat Nationaal Groeifonds? Is dat een goede investering of kan dat een goede investering zijn op lange termijn? Ja. En hoe zit het dan met het afwegingskader? Ja, dus het Groeifonds, ik wou even terugkomen op de opmerking van Elmer helemaal aan het begin. Dat hij zei, we staan er relatief goed voor, daar ben ik wel met hem eens, maar dat is alleen maar relatief. Dus in feite gaat het gewoon slecht met Nederland. Dus we maken een enorme dip mee. Allerlei problemen op de arbeidsmarkt. We schuiven faillissementen op dit moment voor ons uit. Dus het gaat eigenlijk gewoon slecht. Dat het relatief goed gaat, ja, dat ben ik wel met hem eens. Maar daaronder zit toch een enorm probleem voor de economie. Waar het kabinet mee worstelt. En ze worstelen daar op een bepaalde manier mee. Ze laten de staatsschuld oplopen. Het begrotingstekort neemt ook fors toe. En ik ben het wat dat betreft met Jacob eens dat eigenlijk heel goed beleid is. Dus eigenlijk zijn er weinig alternatieven om daarmee om te gaan. Jacob maakte wel een opmerking waar ik het niet mee eens ben. Hij zegt, kijk, je moet wel letten op uitgavenkaders. Nou, dat vindt iedereen. Je moet geen geld over de balk gooien. Maar hij noemde ook een getal, 100% staatsschuld. Dus het percentage schuld ten opzichte van het nationaal inkomen. Als het boven de 100% is, en de suggestie van zijn opmerking ging ervan uit dat het dan eigenlijk niet goed is. Nou, ik zit net naar een statistiek te kijken van het CBS, dat we de afgelopen 200 jaar staatsschuld, en de afgelopen 150 jaar, schommelt dat zo rond de 100% nationaal inkomen. En zo'n 70 jaar is het ook boven de 200% geweest. Dus als je kijkt naar de geschiedenis, moeten we heel erg uitkijken naar wanneer we heel zenuwachtig gaan worden als we kijken naar de staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen. Dus Nederland heeft een geschiedenis dat we heel zenuwachtig worden. Het huishoudboekje wordt voortdurend uit de achterzak getrokken. Nou, dat geeft alleen nadelige effecten. Dus we moeten oppassen met het noemen van dit soort normen. Zeker als je het bekijkt in het licht van de geschiedenis. Dus die staatsschuld is voor Nederland eigenlijk nooit een groot probleem geweest. Nou, na de Tweede Wereldoorlog was het meer dan 200%. Begin van de 19e eeuw is het jarenlang, decennia lang, ook boven de 200% geweest. En we hebben daar alleen maar profijt van getrokken. Dus daar moet je toch mee oppassen om dit soort normen te noemen. Maar is het niet zo dat de groei... Daar wil ik wel even op reageren als dat... Nou, dus, kijk, het probleem is, en dan kom je op het punt van Elmer terecht met de euro. Hoe reageren financiële markten op grote staatsschulden? Nou, daar zou een probleem kunnen zijn. Dus kijk naar de spanningen binnen het eurogebied. Als die staatsschuld in Italië en Spanje heel erg oploopt, dan heb je kans dat de financiële markten daarop reageren. En dat er op dat moment spanningen ontstaan. Dus dat is inderdaad een risico. Nou, Nederland zit altijd aan de goede kant. Dus die spanningen waar Italië en Spanje en dat soort landen en Griekenland mee geconfronteerd worden, die spelen voor ons helemaal niet. Dus wat dat betreft moeten we ook niet zo zenuwachtig worden als die staatsschuld boven de 60% van het nationaal inkomen uitkomt. Dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Maar zou die staatsschuld niet gerelateerd moeten zijn aan het groeiperspectief? En het groeiperspectief in, laten we zeggen, de jaren 50 met een snelle bevolkingsgroei? Ja, dus dat ben je ook anders dan. Het nadeel is van het noemen van die normen. Dus de staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen, die tellen en de noemen, die zijn niet onafhankelijk van elkaar. Dus stel dat wij die staatsschuld terugbrengen tot 40% of noem maar een getal, dan beïnvloedt dat de noemer ook. Dus uitgaven van de staat hebben invloed op het groeivermogen van de Nederlandse economie. Dus daar moet je echt wel rekening mee houden. Dus als je de staatsschuld verhoogt, nou, dat moet je niet zonder meer doen. Je moet niet allerlei rare dingen gaan financieren. Dat moet je stoppen. Nou, denk aan het groeifonds. Dat moet je stoppen in dingen die het groeivermogen in de toekomst vergroten. Dan vergroot je het nationale inkomen. En dan is de staatsschuld als percentage van het nationale inkomen ook veel minder een probleem. Dus die tellen en de noemen die zijn niet onafhankelijk van elkaar. En daar moet je dus heel erg rekening mee houden. Ook als je de staatsschuld weer terug wil brengen. Dus stel dat je gaat bezuinigen. Wat doet dat met de groei van het nationale inkomen? Dus paradoxaal zou het zo kunnen zijn dat als je de staatsschuld fors gaat terugbrengen, dat daardoor de groei van het nationale inkomen afneemt en dat de staatsschuld als percentage van het nationale inkomen juist toeneemt. Zo kan. Ja, ik zie Jacob neeschudden, dus ik geef Jacob even een korte tijd om hierop te reageren.
Ja, ik ben het zo hardgrondig oneens met Steven op heel veel dingen die hij heeft gezegd, dat het even lastig is om kort te reageren. Kijk, punt 1, ik ben geen voorstander van normen voor de staatsschuld. Ik heb dat voorbeeld voor 100% alleen maar genoemd om even aan te geven dat het helemaal niet zo ondenkbaar is dat we daar op een moment op uitkomen. Kijk, iedereen heeft het over de staatsschuld, die loopt een beetje op, zo tussen de 60 en 70% op dit moment. En terecht dat men daar dan zich niet al te grote zorgen over maakt. Maar als je even wat beter kijkt naar de cijfers, om er wat te noemen, 68% van het BBP op dit moment heeft de regering uitstaan aan overheidsgaranties. Ja? Als daarvan de helft op enig moment zou moeten worden betaald, nou, dan zit je al niet zo heel veel meer af van die 100%. Dus dat is het kader waarin ik die 100% heb genoemd. In de miljoenennota worden ook allerlei scenario's getoond van het CPB. En in diverse van die scenario's, crisisscenario's, komen we probleemloos uit boven de 100%. Is dat nou iets waar je ongelooflijk druk om moet maken? En daar ben ik het met Steven eens. 100% is iets wat, naar mijn inschatting, ook de Nederlandse economie nog wel kan hebben. Maar de vraag is, wil je dat? Wil je in een situatie terechtkomen dat in een normale situatie we een schuldquote hebben van 100%. Nou, dan is mijn argument nee, want als er dan weer een crisis komt, ja, weet je, dan kunnen we de schuld niet meer zo makkelijk laten oplopen. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, als we de staatsschuld terugdringen, gaat dat dan ten koste van de groei? Nou, niet per se, wat mij betreft. Kijk, natuurlijk moet je niet de schuld terug gaan dringen op het moment dat het conjunctureel tegenzit. Dat hebben we in het verleden een paar keer gedaan. Dat is niet verstandig beleid. Maar om te zeggen dat uitgaven naar beneden gaan, dat daar niet zie het groeivermogen van de Nederlandse economie naar beneden gaat, dat is absoluut niet waar. Sterker nog, ik durf zelf te beweren dat landen met een hele omvangrijke overheidssector juist doorgaans gemiddeld lager groeien. Ja, dus een hele omvangrijke overheidssector is helemaal geen garantie voor een goede economische groeiprestatie. Nee, dat zeg ik ook. Dus, het enige wat ik zeg is dat de teller en die noemer, die hebben met elkaar te maken. Dat kan negatief. Dat zijn de voorbeelden waar jij aan denkt. Maar het kan ook positief zijn. Ja, nee, maar dan zijn we het eens. Ja. Ik pak even een ander onderwerp. Het is ook al even genoemd. Misschien dat daar ook dat Nationaal Groeifonds wel voor ingezet kan worden. Eigenlijk de transformatie van onze economie. Aan de ene kant zien we natuurlijk dat sommige banen versneld gaan verdwijnen. Gewoon omdat er een lockdown is of minder vraag aan. De andere kant zien we natuurlijk sowieso dat veel banen op de tocht staan. Steven Brakman zegt terecht van ja, het gaat eigenlijk gewoon slecht, maar het gaat met ons minder slecht dan met veel andere landen. Ga ik even naar Milena Nikolova. Hoe belangrijk is werk tegenwoordig voor eigenlijk het gevoel van ja, well-being, welzijn van mensen? Ja, die is heel belangrijk, maar ik wissel ook naar het Engels. So it is, we know for sure that work is extremely important for well-being. In fact, we know that the absence of work, so unemployment, is one of the biggest hits and the biggest shocks that people experience in their lives, not just in terms of their wages and earnings potential that are affected throughout the life course, but also for mental health and well-being. So people who have experienced unemployment in the past never recover from it. So even after finding a job, they still report having low subjective well-being and mental health. So for sure, this economic shock that the pandemic brought will result in low well-being. Now, of course, some of this is going to go away as the lockdowns are being released, but a lot of it may remain as collective trauma and as a long-term symptomatic of low mental health. Ja, en wat wel interessant is dat een van de manieren waarop onze economie natuurlijk versneld transformeert is de digitalisering. Veel mensen werken vanuit thuis. Ik zag in een van je laatste papers dat je ook onderzoek had gedaan naar eigenlijk de rol van autonomiteit. Dus dat je zelf je dag kunt indelen en wat je wilt doen. Dat ook heel belangrijk is voor well-being. Zou je kunnen zeggen dat het thuis kunnen werken, of in ieder geval het blenden van privé en werk, dat een positief ding zou kunnen zijn van deze economische transformatie?
Yeah, that's a very good point. So especially for high-skilled workers, those who are actually workers like ourselves working in jobs that can be done from home, have actually gained in autonomy and have gained in terms of self-organization. So in a way, the corona crisis has brought some positivity in that respect. But when you look at the statistics of who these people are, like I said, it's mostly high-skilled people, and it's at most 20 to 30% of the jobs. So for the rest of the people, actually, this benefit of increased autonomy has not taken place. And then another important factor also coming out from our study with Femke Knossen from our university is that people really value relationships with their colleagues at work. So this is one of the most important things for their well-being at work. And so through the corona crisis, of course, these relationships have been challenged, to say the least, right? So for sure, on the one hand, the increase in autonomy for high-skilled workers is to some extent counteracted by this decrease in socialization and the relationships at work. Yeah. Yep. Daarvoor organiseren we ook podcasts tegenwoordig, hè, zodat we toch met collega's kunnen praten. Dus Elmer Sterke, onze economie zit toch al in een transformatie door mechanisering, automatisering, robotisering dat er aankomt. Hoe kunnen we eigenlijk deze crisis ten goede gebruiken? Er wordt heel veel extra geld uitgegeven. Hoe zouden we eigenlijk die arbeidsmarkt zodanig kunnen hervormen dat mensen ook in de toekomst zinvol werk hebben? Ja, dat is een heel belangrijk punt, denk ik. Zoals je al zei, we zitten in een transformatie. Die was al aan de gang voor de coronacrisis. Er zijn verwachtingen dat bij wijze van spreken een derde tot een helft van de bestaande banen in de komende decennia zullen verdwijnen. Dat daar nieuwe voor zullen komen. Ik denk dat daar de coronacrisis deze transformatie aan het versnellen is. En we komen straks anders uit deze crisis dan we erin gingen. Als je kijkt inderdaad waar we het net over hadden, het thuiswerken zal toenemen. Er zal minder behoefte zijn aan traditionele kantoorruimte, maar meer aan kantoorruimte waar mensen bijeenkomen een paar dagen per week, maar niet 5 dagen per week. Er zal minder gereisd gaan worden, hè, naar verwachting. Dus je ziet dat die economie transformeert en dat de rol van de IT, zoals je ook al zei, zal toenemen. Dat betekent dat we ons arbeidsaanbod, hè, zoals we onszelf kwalificeren, daarop zullen moeten aanpassen. En dus dat we, ik denk met name met scholing en met investering in kennis, dat we moeten proberen om die economie te transformeren. En dat zal nu versneld moeten. Dus in die zin vind ik, nog even terugkomend op dat groeifonds, vind ik dat groeifonds toch wel een interessante component van wat men nu wil doen. Mits dat goed wordt uitgevoerd, kan dat een belangrijk impuls zijn. En nog even, de Nederlandse economie geeft traditioneel relatief weinig uit aan R&D en innovatie. Dat is ongeveer 2% van het nationaal inkomen. Terwijl we eigenlijk hebben afgesproken met de westerse landen dat we zouden moeten streven naar 3%. Dan zijn er veel meer landen die 3% niet halen. Maar ik denk dat dit wel een aardige stap is om toch een beetje in de buurt te komen. Hè? Dat je die uitgaven aan R&D en innovatie en aan scholing met name gaat inzetten. Ja, inderdaad de transformatie van de Nederlandse economie naar een betere, hopelijk. Ja, mag ik dat ondersteunen? Ik ben het helemaal met Elmer eens. Dus het verbaast mij een beetje dat er zo negatief gereageerd is op het groeifonds. Denk aan het topsectorenbeleid van een tijd geleden. Nou, daar was terecht veel kritiek op. De staat bepaalde welke sectoren voor de toekomst belangrijk zijn. Nou, dat weten we niet. En wat het groeifonds op dit moment nu doet, is die geeft een algemeen kader aan. Met name met een nadruk op kennisontwikkeling. Om de economie groeibestendig te maken, ook voor een toekomst die we niet goed kennen. Dus ik ben eigenlijk verbaasd over de negatieve reacties. Het kan deels politiek gedreven zijn, hè, dat er toch op de achtergrond allerlei thema's meer kans krijgen op geld dan andere thema's. Dat zou kunnen, dat weet ik niet precies. Maar het principe van het groeifonds vind ik eigenlijk best goed. En dat ben ik helemaal met Elmer eens. Dat de nadruk ligt op kennis, nou ook op infrastructuur. Nou, in algemene zin vind ik dat eigenlijk een heel goed punt. Dat men kijkt welke mooie plannen er naar voren worden gebracht en welke mooie plannen geld verdienen en daarmee verder gaat. Dus ik vind de negatieve reactie op een groeifonds vind ik toch wel jammer.
Maar zijn ze niet vooral bang dat het een politiek fonds gaat worden? Hè? Een beetje zoals ook bijvoorbeeld het Europese coronafonds, 750 miljard extra. Maar er wordt eigenlijk gewoon 1/3 aan uitgegeven aan de versnelde, zeg maar, transformatie voor de energietransitie. Dus het wordt soms ook voor andere dingen ingezet. Dus is men niet bang, zeg maar, dat het een pot van 20 miljard wordt? Waarbij met name, zeg maar, een politieke greep in wordt gedaan. Misschien dat Jacob daarop kan reageren. Nou, wat mij verbaast bij dat groeifonds, is de besluitvorming. Ik weet niet of jullie daar in detail naar gekeken hebben, maar er komt een aparte commissie die de voorstellen die gedaan worden gaan beoordelen. En het oordeel van die commissie zal leidend zijn voor de politiek. Ja, oftewel, wat de politiek hier doet, is keuzes die bijvoorbeeld politici hebben aangenomen, delegeren aan een stel, nou ja, technocraten, laat ik het zo maar zeggen. Nou ben ik niet per se tegen delegeren van verantwoordelijkheden naar technocraten, maar wel als het gaat over begrotingsbeleid. Want dat is nou typisch een terrein waar politici keuzes moeten maken. Daarvoor hebben ze gekozen. Dus vanuit dat perspectief ben ik helemaal niet zo gelukkig met de governance structuur van dat fonds. Er is heel veel over te doen. Als je kijkt naar de miljoenennota, voor het volgend jaar gaat er een cashflow ontstaan van 1 miljard. Ja? Dus het is ook tegelijkertijd much ado about nothing. Ik snap heel goed dat de politiek dit graag wil. Ik ben het eens met zeg maar de onderliggende filosofie, dat we goed moeten nadenken over hoe we het groeivermogen van de Nederlandse economie kunnen versterken. Dat is nodig, daar ben ik het hardgrondig mee eens. Waar mijn problemen liggen bij het groeifonds is dus punt 1, dat, wat ik al eerder gezegd heb, de keuzes worden gemaakt buiten de normale afwegingskaders om. En punt 2, heb ik grote slingen bij de governance structuur van dat fonds. Want ik vind dat politici daar zelf keuzes moeten maken, want daarvoor hebben ze aangenomen. Ja. Helder. Laatste onderwerp is toch de stand van zaken van de coronacrisis zelf. Ik denk dat we duidelijk zien op dit moment dat in Nederland dat het aantal geconstateerde besmettingen snel aan het toenemen is. We kunnen natuurlijk lang discussiëren of dat deels ook niet komt doordat er heel veel meer getest gaat worden. Maar feit is dat er afgelopen week 8000 besmettingen zijn vastgesteld. Je ziet ook dat het gros van die besmettingen in de groep 20 tot 40 jaar is. Dus ook heel veel bij studenten, zeg maar, aan universiteiten en hbo's. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, het is goed dat die nog niet massaal naar de collegebankjes terug kunnen. Aan de andere kant blijkt natuurlijk ook dat met name de studenten eigenlijk niet of nauwelijks ziek worden. Dus de ziekenhuizen blijven leeg, de IC's blijven redelijk leeg. Dan ga ik weer even naar Milena. Hoe lang houden jonge mensen eigenlijk toch wel de strengere maatregelen vol, terwijl ze eigenlijk zelf daar nauwelijks consequenties van voelen? Ja, that's a good point. So recently, the Eén Vandaag opiniepanel had a study with 25,000 Dutch people. So it was done at the beginning of September, and what they found is that young people, those under the age of 35, so that includes also students, are actually reporting mental health problems and disturbances caused by the corona at higher rates than other age groups. And part of the reasons why they're reporting these problems is increased stress due to decreased socialization. And so part of that, of course, is driven by the fact that lectures and classes are not taking place, at least, or are taking place in a very restricted form. And so people are social animals, and a part of the fun of getting a higher education is going to school. So unfortunately, that seems to be a big factor, increasing the stress, decreasing the mental health, and the loneliness of students. So indeed, going forward, similar to what Elmer said for the workplace, also universities will have to rethink about how to increase the socialization of students in light of what is going on in terms of the pandemic. Ja, Elmer, hoe kijk jij daarnaar? Ik bedoel, lesgeven aan studenten is een belangrijk onderdeel van ons vak. Ik denk dat we allemaal het liefst gewoon in de klas lesgeven.
Wat is eigenlijk het exitplan van ons kabinet? De oversterfte is al 15 weken lager dan anders. Laat ik het zo maar zeggen, die is verdwenen. Maar toch blijven heel veel maatregelen, zoals bijvoorbeeld dat de hbo's en universiteiten nog niet eigenlijk regulier open kunnen blijven, in stand. Wat is eigenlijk het exitplan of wat zou dat moeten zijn? Dat is een hele goede, denk ik. Ik ben het helemaal eens dat als we het even naar onszelf kijken, het type activiteit, onderwijs dat wij geven als universiteit, dat is heel erg geënt, denk ik, op persoonlijke ontmoetingen. Hè? Dus je probeert iedereen erbij te betrekken bij het onderwijsproces. En je probeert, op het moment dat je iedereen bij elkaar hebt, probeer uit die pool meerwaarde te halen. Hè? Je hebt diverse nationaliteiten, je hebt diverse achtergronden van studenten. En juist uit die diversiteit haal je meerwaarde. En dat kun je eigenlijk het beste doen door gewoon fysiek onderwijs natuurlijk te hebben. En ik snap heel goed dat mensen ongelukkig worden, studenten ongelukkig worden. Ik denk ook docenten, op het moment dat ze dat niet kunnen realiseren. En waar jij op doelt is van, Laurens, kunnen we langzamerhand toch weer een beetje terug naar die situatie. Ik denk dat daar het vaccin toch wel de sleutel is. Hè? Als je nu kijkt naar de recente cijfers, dan is dat reproductiegetal geloof ik weer 1,3 à 1,4. En dan is het toch wel gevaarlijk om veel mensen fysiek bij elkaar te brengen. Ik geloof dat van de totaal aantal besmettingen in Delft 80% bij studenten op dit moment is. En die zijn relatief gezond. En dan zou je kunnen zeggen van dat gaat niet verder. Maar ik denk dat je de verspreidingskans is op dit moment nog te groot om dat te realiseren. Maar ik zou wel heel graag zien dat ook de Rijksuniversiteit Groningen, bij wijze van spreken, iets coulanter wordt in het bij elkaar brengen van studenten. Want je brengt ook schade aan door het niet te doen. Dus daar ben ik het heel erg eens met Helena ook. Het is natuurlijk heel lastig om die balans te vinden. Heb jij er nog iets over te zeggen, Steven Brakman? Ik ben het helemaal eens met Elmer. Ik ben een groot voorstander van klassikaal onderwijs, dus dat je elkaar ontmoet. De meerwaarde ervan staat buiten kijf. Dus wat we nu doen is, het lukt wel, het gaat ook wel, maar het is duidelijk van een tweede orde. Dus het is niet optimaal onderwijs. Kijk, voor de coronacrisis deden we goed waar we goed in waren. Het geven van onderwijs in collegezalen, met elkaar discussiëren. Nou, dat lukt niet goed meer. Nou, dat is niet goed. En de exitstrategie hebben we in feite niet. Het wachten is op een vaccin. Ik denk dat eigenlijk de conclusie is. En ik vrees dat we eigenlijk het komende jaar, dus het hele academisch jaar, aankijken tegen de vorm van onderwijs die we nu geïnstalleerd hebben. Dus eigenlijk het grootste deel online. Ja, nou, dat moeten we dan maar accepteren, denk ik. Ik wil jullie alle hartelijk danken voor zitting nemen in dit panel. Steven Brakman, Elmer Sterke, Milena Nikolova en Jacob Taan. Dank je wel. Dank je. Bedankt.